Welkom bij Leekie op reis. Leekie, dat zijn wij, Leon en Kirsten. We hebben ons huis verkocht, baan opgezegd en wij zijn vertrokken op wereldreis. Voor onbepaalde tijd. Met als droom ons eigen reisprogramma te maken. Dit is Leekie op reis. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Leekie op reis. We zijn in Kaapverdië, een eilandengroep 500 kilometer voor de kust van West-Afrika. We zijn op het eiland Fogo, dat in het Portugees vuur betekent. Want dit eiland heeft nog als enige eiland van Kaapverdië een actieve vulkaan, Pico de Fogo. De top is ruim 2800 meter hoog en de meest recente uitbarsting was kort geleden, in 2014. Ik ben in het dorpje Chara Calderas, dat op 1 kilometer hoogte aan de voet van de vulkaan ligt. En het meest bijzondere aan het dorpje is dat er hele mooie mensen wonen. Veel inwoners hebben een zeldzaam uiterlijk. Lichtgetinte huid, blond haar en vaak lichte ogen. Het komt vanwege de Franse hertog Manuel Montrond, die zich in 1870 op deze afgelegen plek vestigde. Hij kreeg in totaal 11 kinderen en ook die kinderen kregen weer veel kinderen, waardoor de familie enorm groeide. Veel inwoners van dit dorp hebben nu nog steeds de achternaam Montrond. Cecilio, you are family of Montrond, right? Yes, of course. Can you explain a little bit about the family? My mother, my father is Montrond. Cousin. Oh no, really? Yes. Before it's a normal that you marry for your cousin or your cousin, it's normal. Now it's changed because the people changed the idea. Before it's all the one family here. Yeah. That's why in the caldera we have a 95% as Montrond. Wow, yes. That's a lot of percent. Yeah, yeah. And your boy is also light eyes? Yes, and blonde hair. He has blonde hair. And it's born here. Okay. The first baby born here after the eruption. And there's so many people joke, make the name Pico Pequeno, Pico Pequeno, because of the first baby born here. It's like, this is my favorite place. Yeah. Here, maybe I'm died here. We gaan over naar Leon, die ook in Chara Calderas is. Goede koffie en lekkere wijn. Ik hou ervan. En zoals je ziet, ben ik hier op Fogo op de juiste plek. De Franse hertog Montrond bracht ook zijn wijnkennis mee vanuit Frankrijk en begon 140 jaar geleden met het maken van wijn. Door de vruchtbare grond van de vulkaan en de ideale weersomstandigheden bestaat er nu een bloeiende wijnindustrie. Het is tijd om te proeven Vino Manacon, de lokale wijn die hier gemaakt wordt. Let's go! De koffie hier is bijzonder te noemen. En dat komt niet omdat de bonen worden uitgepoept door een paar katten. Nee, deze koffie groeit op vulkanische grond. En dat is het belangrijkste element wat bijdraagt aan de zoete en volle smaak van de koffie. Hoewel Fogo een lange geschiedenis heeft met koffie, werd de industrie jarenlang verwaarloosd. Maar in 2011 bezocht het Nederlandse bedrijf Trabocca het eiland voor de eerste keer en zag een groot potentieel. Met de hulp van een speciale ondernemerssubsidie van de Nederlandse overheid hebben zij hard gewerkt aan de wederopbouw van de industrie en het opzetten van een sterk koffiemerk, Fogo Coffee Spirit. Deze koffie is zo goed dat het is geselecteerd voor het Reserve Program van Starbucks. En slechts enkele van de beste koffies ter wereld worden voor dit programma geselecteerd.
Oh, let's try it. Yeah. Lekker! Terug naar Kirsten, die nog steeds aan de voet van de vulkaan is. De vulkaanuitbarsting van 2014 heeft veel van dit dorp verwoest. Ondanks deze verwoesting is het dorp langzaam weer aan het opbouwen. En dat doen ze met veel creativiteit. Waarbij de gigantische lavastroom die door het gebied loopt vaak onderdeel is van hun nieuwe huis. Ondanks de constante dreiging van de vulkaan zorgen de vrijheid en de vruchtbare grond ervoor dat de mensen hier graag willen blijven wonen. Vond je dit leuk? Like dan deze video. En wil je op de hoogte blijven van onze avonturen? Abonneer dan nu gratis op ons YouTube-kanaal. Tot ziens bij de volgende aflevering van Leekie op Reis.